Ja, hallo allemaal. Super fijn dat jullie er allemaal zijn. Wat geweldig. We hadden wel een. Zeg trouwens allemaal even hallo tegen elkaar in de chat. Die staat wagenwijd voor jullie open. We zijn live op YouTube. We hadden wel het idee dat mensen behoefte hadden aan iets moois, aan iets bijzonders. Maar dat er zoveel gereageerd zou worden, dat heeft ons ook totaal overweldigd. Er hebben gewoon een kleine 7000 mensen ingeschreven. Er zitten nu ontzettend veel mensen te kijken gegaan. Later nog ontzettend veel mensen inhaken. Er zitten mensen met hele groepen bij elkaar, wel 1,5 meter uit elkaar, maar die zitten samen te kijken. De gezelligste vrijdagmiddagborrels zijn georganiseerd rondom dit evenement. En waar in coronatijd komen nu nog duizenden mensen veilig bij elkaar? Hier. Het online evenement over positiviteit en geluk. En hoe werkt het vandaag? Ik ga jullie eventjes meenemen. Ik heb een vrachtwagen aan techniek ingevlogen. Ik heb John en Bastiaan. John, Bastiaan, laat even iets horen. Nou, ze gaan buiten helemaal uit de plaat. En ondertussen zie je de lege hoek van mijn koffieautomaat. En supermooi. Zo dadelijk gaat het evenement ook live ondertiteld worden door Denise. Die is nog even aan het schakelen in de techniek. Want ze had het heel keurig netjes op Nederlands ingesteld. Maar ja, ik ouwehoer ontzettend Brabants. Dus heel dat vertaalprogramma, daar moet weer om. Dus het kan zijn dat halverwege, of in ieder geval ergens, zodra de software het weer oppikt, heel netjes onder in beeld de audiodescriptie mee gaat lopen. Zodat ook mensen die doof of slechthorend zijn erbij kunnen gaan. Want geluk is er voor iedereen. En ook dat vinden wij belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Mijn naam is Jaap Bressers. Ik ga jullie deze middag meenemen en ook aan het einde nog een extra cadeau geven. En een cadeau waar ik ontzettend naar uitkijk om eindelijk te mogen onthullen. Ruim een half jaar bijna fulltime mee bezig geweest. En een cadeau wat ik voel waar we ook de wereld positief mee kunnen gaan veroveren. Want daar draait het vandaag om. Tips, eerst van 6 sprekers, topsprekers ook echt. We hebben kosten nog moeite gespaard, de wereld afgezocht naar de allerbeste mensen. En die konden niet, maar ik heb wel 6 vrienden gevonden die ontzettend gave dingen te zeggen hebben. En dan aan het einde ook nog de tools om blijvend aan de slag te gaan met jouw positiviteit en geluk. Want het draait vandaag niet om ons. Het draait om jou. Jouw positiviteit en jouw geluk. En want het hangt er ook vanaf, wat ga je doen met de tips? En ga je de cadeautjes uitpakken? Want die zitten er ontzettend veel in het komende uur. Ik hoop ook dat je er al lekker klaar voor zit. Pak er wat lekkers te drinken bij, lekker hapje erbij. En dan gaan we ook meteen, duiken we maar in het diepe, zullen we maar zeggen, met mijn tip. En dat woord gaat nog vaker terugkomen vandaag. En dat is mijn tip, onthoud hem goed, pak je Carlos moment. En mensen die mij kennen, die weten meteen waar ik het over heb. Mensen die mij niet kennen, hebben ziet, waar heeft die Brabander nou weer over? En daarvoor ga ik je even kort meenemen naar 20 juni 2005. Ik was op vakantie, Portugal, Albufeira, prachtige zonnige dag, stralend blauwe hemel, uurtje of 1 's middags. Ik sta op mijn middel in het water. Ik was ook net voorbij dat momentje, zeg ik altijd. En er komt een hoge golf aan. Vanuit stand duik ik vol enthousiasme in die golf. Ik kom volledig verkeerd terecht. Ik klap met mijn hoofd tegen de zeebodem aan. Ik hoor krak. Ik breek mijn nek, kan niets meer bewegen. En niet lang daarna schrik ik wakker op een intensive care, in een ruimte die ik niet herken, zelfs in een lichaam dat ik niet meer herken. Blinde paniek, ik schreeuw het uit en er komt niemand. Want daar waren ze gewend.
Het is Portugal, je hebt er vrij veel duikslachtoffers. En een duikslachtoffer, ja, die is in paniek. Dat hoort bij die diagnose. Dat was normaal. En als je maar lang genoeg bij roepen, dan komt er uiteindelijk wel iemand. Dan hoor je voetstappen de kamer binnenkomen. En in mijn ooghoeken zie ik nog net hoe iemand keurig netjes die monitoren naast me controleert. Maar die draait zich ook weer om en loopt zo ook weer de kamer uit. En toen kwam Carlos. En Carlos is de broeder die je nu hier op de foto naast me ziet staan. En ik kan dan met recht zeggen dat deze man oprecht het verschil gemaakt heeft voor me. Hij heeft de rest van het team geïnstrueerd, uiteindelijk ook geïnspireerd. Hij zei, luister, als Jaap 's nachts een paniek wakker schiet, ga er even naartoe. Gewoon, heel simpel, ga er even naartoe. Leg je hand op zijn schouder, op een plek waar hij het nog wel kan voelen. En zeg, it's okay. Dat was alles wat er nodig was. Even een hand op de schouder. Het is okay. En vanaf dat moment ben ik denk ik onbewust nieuwsgierig geraakt naar die kracht van ontzettend kleine momenten. Want als je het mij vraagt, ik dacht echt, dat is zo, ik word ook altijd op school gezegd, het moest groot zijn. Je moet hard werken, je moet het verdienen, je moet ermee bezig zijn. Soms zelfs iets van jezelf opgeven om dan later ergens een bepaald geluk te gaan vinden. En vanaf dat moment werd ik nieuwsgierig naar die kracht van die Carlos-momentjes. En de Carlos-momentjes heb ik gedefinieerd als een ogenschijnlijk klein gebaar dat voor de ander van grote waarde is. En het bijzondere is ook, dit kan iedereen. Iedereen kan op zijn eigen manier dat verschil maken. Dat is niet afhankelijk van leeftijd, van opleiding, van financiën. Iedereen kan het op zijn eigen manier doen. Voor mij was dat een hand op de schouder. En er zijn miljoenen andere manieren om je eigen Carlos-momentje te realiseren. En ja, daarom vind ik het zo bijzonder om hierover te vertellen. Mijn eindcadeautje gaat hier ook mee te maken hebben. Ik kan bijna niet wachten. Ik zou het liefst nu al de verpakking ervan afscheuren en het nu al aan jullie cadeau doen. Maar van tevoren heb ik nog een ander, ja, eigenlijk ook fantastisch cadeau. We hebben 6 topsprekers, 6 goede vrienden inmiddels van mij bereid gevonden om hun beste tip over positiviteit en geluk met ons te delen. En laten we ook meteen beginnen. De eerste spreker, ik vind het fantastisch dat je vandaag bij kan zijn, want hij is op vakantie, hij is in Frankrijk en hij zegt, Jaap, ik wil er toch gewoon bij zijn. Ik loop gewoon naar buiten en ik ga gewoon met de telefoon ga ik inloggen, want ik wil erbij zijn. Hij is onderdeel van een duo, Arjan en David. Nou, ook nog even spannend of het nou Arjan of David is die dadelijk komt. Ze hebben samen 365 dagen succesvol opgericht. En die hebben samen als missie Nederland het meest gelukkige land ter wereld te maken. Nou, met zo'n missie hoor je er vandaag bij. En dat doen ze door boeken te schrijven, door ontzettend veel activiteiten te doen. Ze hebben een jaarprogramma. We doen ze ook in hele kleine zaaltjes. De AFAS Live en de Ziggo Dome, dat soort zaaltjes. En ik kan ook de volgende spreker ontzettend complimenteren met zijn smaak voor gastsprekers. Ik ben al 3 keer uitgenodigd. Ik ben super blij dat ik in dat soort prachtige zalen voor hun ook eventjes ingevlogen word. En ik vind het een hele eer dat hij er vandaag bij is, dat hij vandaag in ons programma zijn tip over geluk en positiviteit wilde delen. Mark, een fantastisch, oorverdovend, virtueel applaus achter je beeldscherm. Gooi het in de chat. Heel al dat enthousiasme. Hier is Arjan Vergeer. Het is echt fantastisch om zo te worden
aangekondigd. Dankjewel, Jaap. Dankjewel, kijkers. En je snapt, Jaap zei het al natuurlijk in zijn aankondiging. Het is onze missie dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. En daarom ben ik ook zo enthousiast dat er zo'n evenement als dit is. En het initiatief natuurlijk waar Jaap vervolgens mee aan de slag gaat. Want dat zijn nou precies de dingen die we volgens mij nodig hebben om het samen met elkaar fijner en leuker te maken. En dan ook nog met zo'n geweldige line-up. Want je mag best weten, van een hele hoop van de mensen die je zo deze middag hier voorbij ziet komen, heb ik zelf ook wat geleerd. Ik weet nog wel dat ik een keer ging lunchen met Guido en dat hij toen verbaasd keek dat er in onze buffet bij ons op kantoor, dat daar ook nog vlees werd geserveerd. En toen zei hij, nou, dat is eigenlijk heel raar. Als je over geluk nadenkt, dan zou je daar toch ook over moeten nadenken. En dat heeft me doen besluiten dat dingen veel meer met elkaar te maken hebben dan dat ik misschien tot dat moment dacht. Maar ook bijvoorbeeld Jozef, die ik een keer ging aankondigen omdat we na elkaar aan het spreken waren. En ik merkte aan mezelf dat ik zo met mezelf bezig was geweest omdat ik een goede performance wilde geven, een goede spreekbeurt wilde geven, dat ik niet goed had nagedacht over hoe je zijn achternaam eigenlijk uitspreekt. Had ik alleen op papier gezien, had ik nog nooit hardop gehoord, een paar jaar geleden alweer. Dus ik helemaal in de war toen ik hem vervolgens ging aankondigen. Dames en heren, Jozef. En dat leerde me dat ik ook veel meer bewust moet zijn van wat er om me heen gebeurt, waar andere mensen mee bezig zijn. Nou, en zo heb ik bij bijna alle sprekers die je vandaag voorbij ziet komen wel een verhaal. En ik vind het ook te gek om hier samen met jou met dit thema aan de slag te gaan. En Jaap vroeg me om de belangrijkste tip te delen van de afgelopen jaren, waarin ik met David werk aan Nederland als gelukkigste land van de wereld. En dat zijn er natuurlijk een heleboel, want geluk is iets persoonlijks en uiteindelijk kun je door middel van betekenis, door middel van veel meer plezier, door middel van goede reflectie, door middel van mooie, hoge, grote dromen. Je kunt op allerlei manieren aan je geluk werken. En ik ben eens bij mezelf gaan onderzoeken, wat is nou voor mij persoonlijk de belangrijkste factor daarin? En ik weet nog wel een moment, Jaap zei er al iets over, dat we een keer de Ziggo Dome geboekt hadden. Het was voor ons heel spannend, heel groot, kwamen 6000 mensen en het was al anderhalf jaar van tevoren waren we er al mee bezig en dat moment brak aan. En er werd heel hard gewerkt door heel veel mensen, een groot team van technici en catering en iedereen was met dingen bezig. En ik zat daar op een gegeven moment een beetje verloren, liep ik door die gangen daar achter die coulissen en ik dacht, heetje, het is ook wel een beetje alleen zo uiteindelijk. Klinkt misschien heel raar omdat er zoveel mensen zo druk waren, maar uiteindelijk waren er maar 2 mensen die zo meteen op dat podium moesten staan en ik voelde me een beetje verloren. En ik kwam op mijn kleedkamer aan en daar lag het draaiboek klaar en daar las een heel klein post-itje was daar opgeplakt van Carlijn, onze productiechef. En daar stond opgeschreven, we staan allemaal om je heen en we doen dit samen. En ik weet nog wel dat ik op dat moment, nou, als ik het nu vertel, dan ontroert het me weer. Dat ik opeens voelde, maar wacht eens even, ik doe dit helemaal niet alleen. We doen dit samen. En op dat moment werd ik zo met mijn neus op de feiten gedrukt, wat voor mij persoonlijk de belangrijkste tip is om een gelukkig leven te leiden. Namelijk om je verbonden te voelen met andere mensen. En ik sta daar niet alleen in. Er is een uitgebreid onderzoek door Harvard Universiteit. Misschien wel een van de langste wetenschappelijke onderzoeken die er ooit zijn geweest. Want het heeft namelijk 75 jaar geduurd. Waarin ze 75 jaar lang mensen hebben gevolgd in hun leven. En steeds opnieuw hebben gepolst bij die grote groep mensen. Wat maakt nou het meest gelukkig? Is dat nou carrière maken, geld verdienen, je gezond voelen? Is het je fit zijn? Is het plezier hebben? Is het betekenis hebben? Waar zit het nou in? En het grote onderscheidende ding bleek te zijn of mensen in staat waren om zinvolle, waardevolle verbindingen aan te gaan met anderen. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat je dan weet, daar leer je niks over. Daar leer je niks over op school. Je kijkt een beetje af van je ouders, hoe die dat dan doen. En dat is ook niet altijd een succes. En daarom was het zo mooi om te zien dat uit dat onderzoek ook bleek dat relaties een vaardigheid is. Dat het iets is wat je kunt leren. Als je maar bereid bent om erin te investeren. En de uitnodiging die ik je wil doen. Iedereen is anders en je doet het natuurlijk helemaal op je eigen manier. Maar onderzoek eens bij jezelf. Wat is nou voor jou een waardevolle relatie? En wat zou jij kunnen doen om ook te investeren in de relaties die voor jou belangrijk zijn? Is het zo'n briefje wat je achter kan laten? Misschien kun je nu op dit moment wel iemand een berichtje sturen. Om te vertellen dat je van iemand houdt. Of dat je aan iemand denkt.
Het zijn vaak dit soort kleine dingen. Nou, daar hoef ik in een Carlos Momentjes initiatief natuurlijk niks over te zeggen. Maar juist als het gaat over relaties tussen mensen, is dat uiteindelijk, als je zo meteen terugkijkt, als alle tijd erop zit, dan is dat hetgene wat het grote verschil heeft gemaakt. Of je je verbonden hebt gevoeld met anderen. En ik gun je dat heel erg. En daarom ben ik ook zo blij met dit initiatief. Het initiatief wat Jaap nu ook hier meeneemt. Want dat is volgens mij weer een stap verder. En als we met elkaar ons op een diepgaande, zinvolle manier met elkaar weten te verbinden, dan worden we vanzelf het gelukkigste land van de wereld. Ik wens je alle goeds. Nou, wauw. Ja, super. Ik zit hier helemaal mee te genieten. Dankjewel Arjan. Super dat je even op deze manier bij ons kon zijn. Even die verbinding aan kon gaan. Even ook samen te zijn. En ook het voorbeeld van het Carlos momentje van de post-it. Zo simpel is het dus. Hè? Zo simpel kunnen we die verbinding met elkaar aangaan. En dat laten we dat ook vandaag vooral doen. Laten we daar ook lekker mee genieten. Mooie dingen. Ik kreeg door dat de ondertiteling ook nu van begin af aan eigenlijk al fantastisch liep. Denise, dank je wel daarvoor. En het is nu tijd, en dat is niet zomaar iets, het is tijd voor het internationale deel van onze presentatie. Leo, kom er alvast bij. Kijk, we hebben het genoemd, het online evenement over positiviteit en geluk van de Benelux. Dus ja, we hebben heel stad en land, heel de wereld afgezocht en zijn uiteindelijk in België beland. En het is niet zomaar, een man heeft de World Book of Happiness geschreven. En ik heb er zelf doorheen zitten neuzen. Ik zie ook hele mooie foto's dat hij Kofi Annan een van de eerste exemplaren overhandigd heeft. Nou, ik kom niet verder dan koffie in de zon, maar we zitten aardig met elkaar in de buurt, want daar word ik natuurlijk namelijk weer heel gelukkig van. En hij heeft 100 van de beste gelukswetenschappers ter wereld geïnterviewd, gekeken naar de wetenschappelijke basis van geluk en dat begrijpelijk in een boek weergegeven. En we kenden elkaar nog niet, en Leo, voor dit evenement. We hebben eigenlijk elkaar door dit evenement leren kennen. En toch heb ik al het gevoel dat we vrienden zijn. En ik ben in ieder geval heel gelukkig dat hij hier is. Dat hij helemaal de grens over, het was zeker 20 minuten rijden, helemaal naar hier gekomen is. Mike, een oorverdovend, prachtig applaus voor Leo Bormans. Ja, dat is me hier echt een zottekot vandaag. Dat is echt leuk om hier te zijn. Ik heb 5 minuten om iets te vertellen over geluk. En geluk is een knikker. Geluk is een knikker. Ik wist niks over geluk. Ik heb het gewoon gevraagd aan 100 professoren uit 50 landen. En er zijn er 3000 die geluk bestuderen. Wat weten we eigenlijk over geluk? En het valt allemaal samen in zo'n knikker. Als je ziet dat, je kan zo'n knikker kapot analyseren, maar ik heb proberen 100 lichten te laten opschijnen uit heel de wereld. En dan gaat die diamant van geluk echt wat schitteren. Dan wordt die echt duidelijker. En wat zien we in het geluksonderzoek? Dat geluk een universele drijfveer is. Als je aan mensen vraagt wereldwijd, waarom doe je de dingen die je doet? Dan zeggen ze, ik wil gelukkig zijn. En ik wil andere mensen gelukkig maken. Dat is een universele drijfveer. En wat we ook zien in het onderzoek, is dat geluk heel veel te maken heeft met verdriet. We dachten vroeger dat geluk en verdriet 2 tegengestelde dingen waren, maar dat is niet waar. In zo'n knikker zit ook veel hardheid. Daar zit pijn, daar zit geronnen bloed in. Dat is verdriet en geluk zijn geen tegengestelde dingen. Je krijgt soms tranen in de ogen van geluk. Geluk en verdriet maken deel uit van dat rijke scala van emoties dat wij kunnen bewandelen. En dat is het goede nieuws, dat we verdriet niet moeten ontkennen, maar een plaats moeten geven in ons leven. En een andere vaststelling die we in het geluksonderzoek zien, is dat geluk maakbaar is. Zo'n knikker, die valt niet uit de lucht. Daar is aan geslepen, daar is aan gepolijst. Geluk is voor een deeltje maakbaar. En ook dat is het goede nieuws, want als je ziet dat we daar een keuze in kunnen maken, dat de manier waarop je naar zo'n knikker kijkt, voor de ene mens is dit een zinloos ding, en voor de andere mens wordt dat iets waardevol. Het is de interface, de manier waarop je naar dingen kijkt,
die ons geluk bepalen. En we zien in het onderzoek heel goed dat dat viraal is, dat corona ons dat ook leert, dat we al wisten dat optimisme, positiviteit, geluk, dat dat een virale kracht is, dat het bijzonder besmettelijk is, dat we elkaar daarmee willen aansteken. En dat zie je ook weer met zo'n evenement als vanmiddag, dat mensen die hoopvol zijn, andere mensen hoop willen geven. En als je 85% meer kans wil maken om een lang en gelukkig leven te leiden, dan moet je eigenlijk maar twee keuzes maken in je leven. En die zijn een positieve levensstijl en investeren in je sociaal kapitaal. Die positieve levensstijl, dat doe je door positieve emoties te uiten, te delen, ook je verdriet en je pijn, maar emoties te uiten, te delen, niet te verstoppen. En sociaal kapitaal, dat bouw je op door contact met mensen aan te gaan. Want het geheim van geluk zit niet in mijn dingen, maar in andere mensen. Het gaat niet over mij, het gaat over anderen. Het gaat niet over dingen, het gaat over mensen. We hebben dat in coronatijd heel goed gezien. Wat we missen zijn niet mijn dingen. Wat we missen zijn andere mensen. En relaties dragen geen zorg voor zichzelf. Daar moet je zelf zorg voor dragen. En dat is het goede nieuws. Ook dat is een beetje maakbaar. Dat hele gevoel van andere mensen die plek te geven in jouw leven die echte topprioriteit zijn. Jij bent altijd ook een andere mens voor die andere mens. Dat is het geheim van geluk. En als ik iets mag vertellen over mijn Carlos-moment, dan heeft het alles te maken met die knikker. Er kwamen 500 vluchtelingen in ons dorp terecht, in een vluchtelingenkamp, 5 jaar geleden. En iedereen was bang. Er waren protestbetogingen, noem maar op. En mijn vrouw en ik gingen kijken in het dorp toen de vluchtelingen arriveerden. En er was niemand te zien. Tot ik op de hoek van de straat een vluchteling zie. Een man, een vrouw, 2 kindjes. En ik ga er naartoe en ik zeg, hello, are you refugees? Yes. Where do you come from? From Afghanistan. First time in Europe? Yes, first time in Europe, ja. And shall we drink a cup of coffee? En dat was mijn moment. Dat ik gewoon tegen een wildvreemde vluchteling kon zeggen, shall we drink a cup of coffee? Wist ik veel dat dat het begin was van de meest hoopvolle, vriendschappelijke periode in mijn leven. Hij is mijn beste vriend geworden. 4 jaar lang hebben wij gevochten voor zijn erkenning. Hij is 3 keer het land uitgezet met zijn gezin, maar hij wist waar een wil is, is een weg. En dat kwam omdat die ene keer dat ik gewoon gezegd had, shall we drink a cup of coffee, hem moed heeft gegeven. En ik heb daar heel veel voor teruggekregen. Want toen hij uiteindelijk erkend werd, en dan leert hij mij dat geluk zit in erkenning, in herkend worden, in er mogen zijn, in veiligheid, in vertrouwen. Zo'n vluchtelingen worden niet gedreven door wanhoop, ze worden gedreven door hoop. Kunnen doelen stellen, vinden wegen om die doelen te bereiken, blijven eigenaar van hun leven. Dat heb ik van Kadir geleerd. En toen hij uiteindelijk erkend was, toen vroeg ik hem, wat is nu het meest waardevolle dat jij in jouw leven hebt? En hij zei, ik had niks in Afghanistan. Ik had 8 knikkers. 8 knikkers. En toen ik in het vluchtelingenkamp aankwam, mocht ik het meest waardevolle wat ik had in mijn lokker steken. En het enige wat ik had, waren 8 knikkers. En dit, zei hij, dit is de grootste, dit is de mooiste die ik heb. En die is voor jou. Wij zijn vrienden. Wij vertrouwen elkaar. En we hebben een boek geschreven. We hebben een boek geschreven dat heet De Knikkers van Kadir. En dankzij dat boek, dat nu in september gaat gepubliceerd worden, is er een wereld voor mij opengegaan. Ik heb niet alleen naar hem gekeken als een vluchteling. Ik ben naar hem gaan kijken als een mens, als een vriend. En had ik nooit gevraagd, shall we drink a cup of coffee? Dan was dit nooit gebeurd. Als knikkers ons iets leren, is dat ze de essentie bevatten van geluk. Ze schitteren, ze zijn hard, ze zijn pijnlijk. Maar het geluk zit in het tikken. In het tikken van geluk. Tik, 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 tik. Wij geven dat door aan elkaar. Het gaat niet om de knikkers. Het gaat om het spel. En toen ik vorige week het manuscript van het boek doorstuurde naar de belangrijkste schrijver die ik ken, Kader Abdollah. Kader Abdollah. Toen stuurde hij mij na 3 dagen een mail terug. En hij zei, ik heb het boek gelezen. En het is wonderbaarlijk. U hebt een daad van betekenis gesteld. Een daad van betekenis. Kader Abdollah zegt dat tegen mij. Hij geeft mij mijn Carlos-moment. Als wij met z'n allen elke dag iets kunnen doen, een daad stellen van betekenis, dan tikken die knikkers tegen elkaar.
van Carlos moment naar Carlos moment. Geluk is geen moment. Geluk is een aaneenschakeling van momenten. Tik, 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 tik. Die daad van betekenis wens ik jou toe. En al wie jou dierbaar is. Elke dag opnieuw. En als ik u één ding mag aanraden. Begin te knikkeren. En ik kom jou tegen. Bij de knikkers van Kadir. Ja, ergens onderweg. Shall we drink a cup of coffee? Ja, mooi Leo. Jongen. Wat kan een man gepassioneerd vertellen over knikkers? En wat voor een waardevolle relatie daaruit voortgekomen is? Jongen. Echt heel bijzonder, heel fijn. Fijn om te horen. Ik hoop dat het bij jullie ook live er helemaal net zo mooi doorheen gekomen is dat ik hier op anderhalve meter heb mogen ervaren. En ja, daar gaat het ook om. Relaties, samen zijn. Hè? En ook virtueel kunnen we samen zijn. Want dat, hè, ik zie hier ook in de chat fantastisch mooie berichten komen. Het is heel erg goed opgepikt, Leo. Heel erg mooi. En nou ja, laten we dat ook doen. Laten we samen die beweging vormen. Laten we die van Carlos moment naar Carlos beweging gaan. Laten we ja, elkaar zien en iets moois doen. En het bijzondere is ook, alle sprekers vandaag zijn met elkaar verbonden. En sowieso zie ik ze allemaal als vrienden. Maar ik begreep ook net dat de volgende spreker ook nog in de leer is geweest bij, bij Leo. Want dan gaan we naar de volgende gast. Guido Weijers. Ik weet ook niet of ik hem hier nog, ook bij mij nog in beeld kan krijgen, Bastiaan. Guido, ja, jullie kennen hem natuurlijk allemaal als cabaretier. Snelle, rake grappen, pittige humor. Maar wat heel weinig mensen weten, is dat hij ook diepgravend wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar geluk. En ik heb dan weer het geluk gehad dat ik een keer, wij zijn masterclass geluk, in de regiewagen mocht zitten en daar ervaren wat er gebeurde. En hij vertelde over Aristoteles, over Socrates en over Jaap Bressers. Hey. Nou, dan moet ik wel eerlijk zijn, er zat ruim een half uur en een pauze tussen voordat mijn naam weer genoemd werd. Maar toch, ik vond het een bijzonder rijtje om zo achter elkaar te zetten. En sowieso voel ik een diepe verbondenheid met Guido. We hebben allebei een flinke beperking. Ik heb iets met mijn nek. Hij is voetbalsupporter voor NAC. Nou, zo hebben we allemaal onze eigen uitdagingen. Ik vind het fantastisch dat ik hem vriend mag noemen. Ik vind het geweldig ook hoe hij bezig is met geluk te verspreiden. Mensen daar de tools voor te geven om daarmee aan de slag te gaan. Ik geef hem een fantastisch applaus dat hij helemaal daar in zijn eigen studio uit zijn plaat gaat. Dames en heren, hier is Guido Weijers. Dankjewel Jaap, dankjewel. En ik ga het meteen zakelijk houden, wetenschappelijk. En we gaan meteen van start. Want als ik iedereen thuis nou vraag, hoe gelukkig voel je je nu? Kun je jezelf een cijfer geven? Dan lukt iedereen dat wel. Maar als ik nou iedereen in de huiskamer vraag, wat is geluk? Dan krijg ik waarschijnlijk 1000 verschillende antwoorden. En hoe komt dat? Omdat geluk nou eenmaal subjectief is. Wat het geluk is voor de een, is het nog niet voor de ander. De een krijgt stamppot niet door zijn strot. Voor de ander is het puur geluk. De een vindt die weekend centerparks verschrikkelijk. Voor de ander is het een nachtmerrie. Geluk is voor iedereen anders. En zo zegt bijvoorbeeld Cheng Zhu, die zegt, geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk. En zo zegt Boeddha, joh, er is helemaal geen weg naar geluk. Geluk is de weg. En was het Shakespeare niet die zei, ons geluk is meer dan een pond goud. Dat was inderdaad niet Shakespeare, dat was Frans Bauer. Maar wie weet dan wel wat geluk is? Uiteindelijk kwam ik bij iemand die mij een heel mooi inzicht heeft gegeven, namelijk Aristoteles. Aristoteles die zegt eigenlijk, als je geluk wil begrijpen, moet je het opdelen in 3 verschillende elementen, waarvan het eerste element is plezier en genot.
En dat kennen we allemaal wel. Plezier is een korte geluksmoment dat je even een extreme kick ervaart. Als je een salto maakt op de duikplank, als je een orgasme krijgt, als je nieuwe schoenen koopt, als je chocola eet, als je bungee jumpt, of als je een orgasme krijgt met je nieuwe schoenen aan, terwijl je chocola eet tijdens het bungee jumpen, dan schieten er allemaal stofjes door je lichaam, waardoor je je eventjes extreem gelukkig voelt. En nu zou je denken, als ik dan mijn hele leven allemaal van die korte geluksmomentjes aan elkaar rijg, dan ben ik mijn hele leven lang ultiem gelukkig. Maar dat is niet zo. Want hoeveel plezier en genot jij ook opstapelt in je leven, er zal altijd een stemmetje in jouw hoofd zitten dat tegen jou blijft zeggen, there is something missing. En wat mist er dan? Naast al dat plezier en genot, dat is het tweede element en dat is het goede leven. En het goede leven zou ik heel vrij willen vertalen als een vorm van tevredenheid. Naast allemaal korte termijn geluk, moet je ook op het lange termijn je leven een beetje op de rit hebben. Het antwoord op de vraag, alles bij elkaar genomen, hoe tevreden ben je met je leven in zijn geheel? En dat heeft te maken met een beetje verstandig zijn, een beetje gematigd zijn. Heb je fijne collega's op je werk? Heb je een prima salaris? Heb je je zaakjes goed voor elkaar? Maar ja, nu merk je wel, verstandig zijn en gematigd en plezier en genot, ja, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het mooiste is als je plezier en genot op korte termijn en plezier op lange termijn een beetje in balans hebt. En er is één iemand in Nederland die heeft deze twee perfect in balans en dat is René Vroner. Hij zingt namelijk over geluk op de korte termijn en over geluk op de lange termijn in het liedje Een Eigen Huis. Let maar eens op. Kijk. René Vroger, hier zie je de tekst voorbij schuiven, komt niks te kort. Dat is korte termijn geluk. Maar soms, of is een lange termijn geluk. Maar soms gaat hij even naar de markt voor een moot gebakken vis. Dat is plezier en genot op de korte termijn. Zijn vader en moeder zijn allebei in leven. Lange termijn geluk. Maar soms gaat hij met zijn tweeën drie keer uitgebreid in bad. Dat is korte termijn geluk. Dus René Vroger heeft en veel plezier en genot. En hij heeft het goede leven, tevredenheid, prima voor elkaar. En dan zingt hij alsnog, toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Hé? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, heel simpel, dat komt omdat er ook bij René Vroger een stemmetje in zijn hoofd zit dat tegen hem blijft zeggen, there is something missing. En wat mist er dan in het leven van René Vroger? Dat is het derde element en dat is zinvol leven. In het liedje. Niet in het leven van René Vroger, in het liedje. Ja. En hier wordt de kern van geluk duidelijk. Want de bovenste twee, plezier en genot en het goede leven, gaan alleen maar over jezelf. Maar wat blijkt nou, als mens zijn wij op lange termijn, wij zijn sociale wezens, wij zijn toch net iets gelukkiger als we ook iets doen voor een betere wereld of de mensen om ons heen. En dat wil niet zeggen dat we allemaal iets heel groots moeten doen. We hoeven niet allemaal het vaccin tegen COVID uit te vinden. Nee, we kunnen ook allemaal gewoon met een klein Carlos-momentje het leven of de mensen om je heen of de hele wereld een beetje leuker, luchtiger en gelukkiger maken. Je moet het alleen doen. Sommige mensen die dragen iets bij op deze wereld en die laten daarmee iets na. Terwijl andere mensen op deze wereld, die laten het na om iets bij te dragen. En je mag zelf weten of je iets wil bijdragen aan een leuker, luchtiger leven van jezelf en anderen. Of dat je dat nalaat. Nou, heel simpel, om dan op die Carlos-momentjes even te komen. Als je geen straatkrant koopt, kun je nog wel steeds gewoon de zwerver aankijken en een hele goede middag wensen. Of een fijne dag. Dat kost niks, maar zoveel mensen lopen er gewoon voorbij. En een ander leuk voorbeeld van een Carlos momentje is een vriend van mij die gewoon twee bossen bloemen ging halen. En die zei, ik wil twee van de mooiste bossen bloemen voor mijn vrouw die jij kunt bedenken. En hij sprak tegen de vrouw achter de balie. En hij zei, jij mag helemaal zeggen wat jij de mooiste bos vindt. En ze mogen ongeveer 25 euro per stuk kosten. En die vrouw maakte twee bossen zoals zij ze het allermooist vonden. En aan het eind zei hij, nou, deze geef ik aan mijn vrouw en de andere is voor jouzelf. Die mag je mee naar huis nemen. En
juist ook omdat het onverwachts was, zie ik het toch als een kalusmomentje. Het kostte wel een beetje geld, maar het was een onverwachte actie die normaal gesproken mensen nooit doen. Dus bijdragen, iets doen voor andere mensen, is een onmisbare sleutel tot geluk. En daarom zou ik ook nog als definitie van geluk willen afsluiten met: geluk is de ultieme balans tussen plezier en genot, tevredenheid en zingeving. En mijn tip is: leg je leven eens langs deze definitie. Kijk eens heel eventjes wat dit voor jou in jouw leven betekent. Heb je genoeg plezier en genot? Heb je je zaakjes prima voor elkaar en heeft het een beetje nut wat je doet? Hè? Zo nee, dan is er nog wat werk aan de winkel. En zo ja, dan heb je heel veel geluk. Ah, supermooi Guido, gaaf. En wat fijn ook hoe je die wetenschappelijke en die theorieën allemaal nu samen kunt pakken in één geheel. Super fijn dat je erbij kan zijn, maatje. En we spreken elkaar heel graag snel weer. Graag gedaan, Jaap. En dan, ja, het is ongelooflijk. Het blijven cadeautjes. Er komt gewoon weer een volgende en weer een volgende en weer een volgende. Deze line-up, deze mensen hebben ook nog nooit met elkaar allemaal op een podium gestaan. Wat jullie vandaag krijgen is volledig uniek. En, want we gaan naar de volgende spreker, Michiel de Gooyer. En voor jullie misschien de minst bekende naam, maar zeker niet degene met de minste impact. Hij is de oprichter en eigenaar van Bright Vibes. En dat is een positief videoplatform. En hun content, schrik niet, bereikt wekelijks tussen de 20 en de 40 miljoen kijkers. Tussen de 20 en de 40 miljoen kijkers. En ik ben persoonlijk oprecht dankbaar dat ik Michiel in mijn leven ben tegengekomen. Hij heeft een keer een video gemaakt over de Carlos Momentjes, die inmiddels dankzij hun video's bij meer dan 5,3 miljoen, ik had net even de nieuwe cijfers opgezocht, 5,3 miljoen mensen wereldwijd. Echt tot in de uithoeken van de wereld hebben we dit mogen verspreiden door een samenwerking, door elkaar te leren kennen en elkaar te versterken. Maar naast dat platform is Michiel ook gewoon eens een hele fijne, toffe vent. Die ook echt gewoon leeft wat hij doet. En daarom vind ik het zo super dat je erbij bent. Dames en heren, deze man verdient een oorverdomend, virtueel, stampvoetend, door het dak gillend applaus. Hier is uw aandacht, Michiel de Gooyer. Geweldig. Nou, wat een waanzinnige introductie. Dank je wel, Jaap. Jeetje, Mina. Ik ga beginnen met het delen van mijn Carlos momentje. En ik denk dat daar, wat Leo zei over die knikkers, daar heeft het wel veel mee te maken. Ik heb drie prachtige zonen. En een van mijn zonen die heeft in het Diakonesse ziekenhuis op de intensive care gelegen. En daar was een prachtige dame die daar, niet een verpleegster, maar de dame, een Surinaamse dame, die de thee en de koffie en het ontbijt en de lunch zo kwam brengen. Jette heette zij. En dat is zo'n prachtig, mooi, lief mens. Ze wist precies wanneer ze juist misschien even een grapje moest maken of juist muisstil alleen maar even het eten en het drinken moest komen brengen. En dat was mijn kinderen ook opgevallen. En Jette, die hebben wij op de dag voordat wij wisten dat Lucas de volgende dag uit het ziekenhuis ontslagen zou worden, zagen wij Jette bij de bushalte staan. En daar hebben wij Jette bedankt voor wat zij gedaan heeft. En wat zij gedaan heeft, is uiteindelijk door heel veel knikkertjes die tegen elkaar zijn gekomen, heeft er gewoon toe geleid dat ik een heel ander carrièrepad op ben gegaan, mijn corporate carrière gestopt ben en me fulltime ben gaan richten op het willen hebben van een positieve impact door middel van het verspreiden van mooie verhalen. Verhalen die dagelijks gebeuren, maar die in de media heel weinig aandacht krijgen. En door die verhalen wel aandacht te geven, worden ze ook groter. Dat wat je aandacht geeft, dat groeit. En ik heb Jette het plezier gehad om Jette een prachtige bos bloemen te mogen brengen. Dat heb ik gedaan nadat ik, het is een half jaar later of zo geweest, misschien nog wel later, nadat ik Bright Vibes heb opgericht.
En zij was zo ongelooflijk blij ermee, al de collega's erbij. En, nou, dat was fantastisch. Dat was mijn Carlos momentje. En er is ook wel een, voor mij zit daar ook een hele belangrijke les in. Ik kan natuurlijk alleen maar spreken voor de manier waarop ik naar geluk kijk. En voor mij persoonlijk betekent geluk, een heel belangrijke wegwijzer naar geluk, is voor mij vertrouwen in het leven hebben. We hebben het vandaag natuurlijk over positiviteit. En positiviteit betekent voor mij ook niet, volgens mij had Leo het daar ook inderdaad over, omarmen ook je verdriet. Hè? Bij positiviteit hoort niet alleen maar dat het leven alleen maar mooi en alleen maar fantastisch en alleen maar leuk is. Er zijn ook negatieve en hele moeilijke dingen. Maar door vertrouwen in het leven te hebben, hoe doe je dat dan? Hè? Voor mij betekent dat vertrouwen in het leven hebben, betekent dat ik naar alles kijk in het leven, wat me overkomt, wat er gebeurt, wat ik zelf misschien mede heb veroorzaakt. Dat ik altijd kijk van, wat kan ik hier nou van leren? Ook van die negatieve ervaringen. Overal kan je wel iets uithalen. Ik bedoel, kijk naar de situatie die we met onze zoon gehad hebben. Natuurlijk een ontzettende heftige periode. Maar uiteindelijk heeft dat weer tot iets heel erg moois geleid. Dus voor mij, ik zie in het leven, ik zie alles eigenlijk als een leerkans. En wat een hele wijze vrouw die ik heb mogen interviewen, Dr. Edith Eger, die voor Dr. Mengele gedanst heeft, Auschwitz overleefd heeft, in haar 40ste pas psychologie is gaan studeren, nu duizenden mensen over een trauma geholpen heeft. Zij heeft iets prachtigs gezegd. Zij zegt zelf ook van, terugkijkende naar die periode, dat je jezelf niet af moet vragen van, waarom is mij dit nou overkomen, maar wat kan ik hiervan leren en hoe nu verder? Dus dat vind ik, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Heb vertrouwen. Andere kerel die ik heb mogen spreken, Bojan Slat, die kennen jullie misschien, volgens mij is hij nu 25, die verantwoordelijk is voor de Ocean Cleanup. Megalomaan idee om de oceaan van plastic schoon te maken. Die heeft natuurlijk onwijs veel setbacks ook. Het is een gigantisch grote operatie. En hij noemt het als dingen misgaan, dan noemt hij dat, hoe zei hij dat nou zo mooi? Unexpected learning opportunities. Ja, geweldig. Dus als het leven goed is, dan is het goed. Geniet er dan vooral van. En als het leven niet zo goed is, kijk dan wat je ervan kan leren. En dan wil ik afsluiten met dat we eigenlijk dit gezegde van sometimes you win, sometimes you learn zouden moeten leren. Wauw, fantastisch. Sometimes you win, sometimes you learn. Ik leerde gewoon weer dingen. Gaaf, Michiel. We moeten elkaar nog vaker spreken dan dat we al doen. Fantastisch dat je er was. Dankjewel. Top, top. Heel fijn, heel fijn. En dan, dankjewel, maatje. Ik zeg al, wat een diversiteit aan mooie mensen. En individueel heb ik ook echt naar alle sprekers uitgekeken. En de volgende spreekster is ook weer echt een topper. En ik heb persoonlijk ook extra uitgekeken naar dit verhaal. Wat een krachtige, mooie vrouw. Daarom Bibian Mentel, ben je ingeschakeld? Ja, ik ben ingeschakeld. Hi, Jaap. Ah, fantastisch. Nou, wat leuk. Bibian, ik ga even. Normaal ben ik niet van de cijfers, maar toen ik jouw verhaal samenvatte, dacht ik, wow. In dit geval moest ik daar even naar terugpakken. 20 jaar met kanker, voorbeenamputatie, 5 keer terug in je longen, in je ribben, in de slokdarm, bekken, 4 keer toe in je ruggengraat, 2 nekoperaties, titanium nekwerp, was 2 jaar later een operatie in je rug, incomplete dwarslesie, rolstoel, en dan toch positief, en dan toch strijdvaardig, en dan toch weer doorgaan. In 2015, hè, deze dame hier, uitverkozen tot stoerste vrouw van Nederland. Hoe vet is dat? Hoe mooi is dat? Sportvrouw van het jaar, 2014 en 2018. Ze heeft een eigen stichting opgericht, de Mentality Foundation. Dus ook van shit iets moois maken. Iets inzetten om ook weer anderen weer te kunnen helpen. 3 kinderen, 3
boeken geschreven. Motivational speaker, heel mooi verhaal. Daarom vind ik het zo fijn ook dat ze er is. Ze heeft 128 gouden medailles gehaald. 128. 7 keer Nederlands kampioen. 7 keer wereldkampioen. 3 keer Paralympisch kampioen. En ondanks dat er misschien ontzettend veel goud om haar nek heeft gehangen, zit er volgens mij nog veel meer goud in dat mooie hart van haar. En daarom wil ik een fantastisch, warm en liefdevol applaus. Bibian, the floor is yours. Och jee. Jeetje, ja, wat een introductie. Ik bedoel, het is maar goed dat je mijn rode kantjes nu niet ziet. En ik ben een beetje uit het veld geslagen over alles wat je nu opzomt. Ja, je bent begonnen natuurlijk met alle ellende. Ja, ik leef ondertussen natuurlijk al 20 jaar met kanker. Dus ik heb heel veel diepe dalen gekend. Maar gelukkig ook heel veel prachtige momenten. En ja, weet je, als je het hebt over Carlos momentjes, dan is eigenlijk mijn hele leven een aaneenschakeling van Carlos momentjes. Want ik geloof heel erg in het feit dat je ondanks alle tegenslagen die je op je pad tegenkomt, er altijd wel een keuze is. Een keuze namelijk tussen één kant die wat minder goed bij je past, of een keuze die nog beter bij je past. En ja, ik ben altijd heel sec en heel rationeel eigenlijk daarmee omgegaan. En ik heb altijd bewust continu voor die positieve keuze gekozen. En ik denk dat dat ook eigenlijk een beetje een automatisme voor me is geworden. Dus wat ik al zeg, mijn hele leven is vol met mooie Carlos momentjes. Maar wat ik al eerder zei, ik leef al 20 jaar met kanker. En ja, ik heb inderdaad heel veel operaties achter de rug. Want wij hoopten destijds in 2001 dat eigenlijk het verhaal kanker uit mijn leven zou zijn gehaald door mijn beenamputatie. Maar bleek inderdaad dat continu die kanker maar terugkwam. En het bleef tot 5 keer toe terugkomen in mijn longen. Totdat in mei 2016 mij verteld werd dat ik eigenlijk helemaal geen optie meer had. Namelijk, mijn artsen vertelden me eigenlijk van, joh Bibian, het spijt ons enorm, maar je bent uitbehandeld. Want er is wederom tumor gevonden in je lijf, maar dit keer in de hilus. Nou, ik moet je eerlijk bekennen, ik had geen idee wat een hilus was. Dat we überhaupt een hilus in ons lijf hadden. Nou, ik heb nu geleerd dat een plek is, vlak bij je hart, vlak bij je longen, met heel veel bloedvaten eromheen. En eigenlijk een heel centraal, fragiel punt in je lijf. En daarin had ik tumor zitten. En wij werden eigenlijk naar huis gestuurd met de boodschap van, joh, ga je kinderen maar vertellen dat je doodgaat. En het gekke was dat ik in een soort, ja, ik wil het niet berusting noemen, maar ik kwam op een moment in mijn leven dat ik het eigenlijk niet kon geloven. Want ik denk van, joh, ik heb nog het leven zoveel te bieden. En ik ben nog zo aan het genieten. En ik wil nog zo graag door. En dit kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat ik me nu op eigenlijk het moment dat ik me zo ongelooflijk sterk voel en fit voel en energiek voel, dat de artsen me nu vertellen dat ik eigenlijk aan doodgaan ben. Het jaar daarvoor was ik Paralympisch kampioen geworden en ik was fitter dan ooit. Nou, in die periode moest ik het echt even laten bezinken voordat ik me besefte wat de artsen me vertelden. En in die periode sliep ik, gek genoeg, eigenlijk heel erg goed. Maar mijn lieve man, Edwin, absoluut niet. En die heeft uren en uren en uren 's nachts op internet gezocht of er toch nog eventueel een oplossing voor me zou zijn. Nou, hij vond inderdaad na een maand, 2 maanden zo'n beetje, vond hij een iets in Amerika waarvan hij dacht, nou, dit zou misschien iets voor Biep kunnen zijn. En hij nam contact op met het ziekenhuis en ze vertelden ons dat dat ze mijn tumor niet kenden, maar ze wilden het zeker wel proberen. En dat een intakegesprek ruim $45.000 zou zijn. En of ik inderdaad op intake wilde komen. Nou, daar moesten we natuurlijk even over nadenken, want ik heb helaas geen $45.000 zomaar op de plank ergens liggen. Dus wij waren al druk aan het zoeken naar oplossingen hoe we dat konden bekostigen. Toen plotseling op het nieuws, 's ochtends bij het ontbijt, op de RTL Nieuws, ik had nooit vergeten, er een item was, nu nieuw, een nieuwe remedie in de kankerbestrijding, een nieuw middel op basis van bestraling, de Emeridian.
En dat was nou exact het apparaat wat mijn man Edwin had gevonden in L.A. En dat bleek te staan voor het eerst in Europa in de VU in Amsterdam. Wat nog geen 20 minuten rijden is van ons huis. Nou, wij keken elkaar aan. En dat was voor ons ook wederom zo'n mooi Carlos momentje. Want we hadden zoiets van, nou, dit heeft zo moeten zijn. En vol goede moed zaten we inderdaad 2 dagen later bij de VU in Amsterdam. Nou ja, ondertussen is het natuurlijk al bijna 4 jaar later. En ik ben hier nog steeds. En helaas zijn er na dat moment, op dit moment is mijn hiel is nog altijd helemaal schoon. Dus ik ben inderdaad door de VU geholpen. En daarom weer behandelbaar, om het zo maar te zeggen. Ondertussen zijn er alweer een heleboel dingen gebeurd, zoals nekoperaties inderdaad, wat Jaap al zo mooi aangaf. Maar ondertussen zit ik hier nog steeds en zijn er gelukkig nog elke keer weer oplossingen voor de tumor die nog steeds in mijn lijf woedt. En ik moet je zeggen, want ik krijg heel vaak de vraag van, joh Biep, hoe doe je dat nou altijd? Hoe blijf je nou zo positief, ondanks alles wat er in jouw leven is gebeurd? Maar ik kan je verklappen dat ik gewoon elke dag nog steeds, ondanks alles wat er gebeurd is en ondanks het feit dat ik nu in een rolstoel zit en een stuk beperkter ben dan dat ik 1,5 jaar geleden was, toen ik nog Olympisch goud won. Maar ondanks dat geniet ik nog steeds van het leven, iedere dag weer opnieuw. En dat begint eigenlijk op het moment dat ik 's ochtends mijn gordijnen opensla. En we wonen hier, ja, je kan het helaas niet zien, maar in een prachtig mooi stukje bos in Loosdrecht, waar er 2 eekhoorntjes bij ons in het bos rondom ons huis rennen. En als ik dus inderdaad die gordijnen opensla en ik zoek een beetje, dan vind ik ze meestal wel ergens door de bomen rennen. En ja, daar geniet ik zo van. En het zijn juist die kleine momenten die het voor mij doen, dat ik het nog zo de moeite waard vind om door te gaan. En laten we niet vergeten mijn prachtige gezin, want die zijn echt de backbone of my life. En ik heb natuurlijk Edwin, mijn lieve man, al een paar keer genoemd, die echt ondanks alles nog steeds als een rots in de branding naast mij staat. En onze 3 prachtige kinderen die wij in dit samengestelde gezin hebben. 2 hele mooie dochters en mijn lieve zoon, die het iedere dag weer de moeite waard maken om gewoon vol van het leven te genieten. En ik nog lang niet van plan ben om op te geven. No matter what. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje mijn Carlos momentjes. En dan wil ik toch nog afsluiten met 1 Carlos momentje in het bijzonder. En ik weet het nog goed, want dat was het jaar dat ik eigenlijk best wel in de put zat. Dat was het jaar dat ik net een longoperatie had gehad. En ik eigenlijk bij de volgende controle te horen kreeg dat er wederom een plekje tumor in mijn andere long dit keer zat. En ik was net uit elkaar met de vader van mijn zoon. En ik was een klein jaar nadat ik weer vrijgezel was, was ik tegen Edwin aangelopen. En wij waren net, nou ja, laten we het eerlijk zeggen, we hadden net voor het eerst gezoend. En waren eigenlijk heel erg verliefd. Maar ik moest hem vertellen dat ik weer onder het mest moest voor een 2e keer aan mijn longen. En ik realiseerde me ook dat het een hele sterke man moet zijn die het aandurft om met zo'n vrouw, laten we eerlijk zijn, een vrouw die te maken heeft met kanker in haar leven, waardoor ze al een onderbeen heeft verloren en al een keer eerder aan haar longen is geopereerd. Daarnaast ook een zoontje van 2 had. Realiseerde ik me dat het een sterke man moest zijn, een man die van sterke huizen komt, om daarnaast te gaan staan en in de diepe te durven springen samen met mij. En Edwin die moest voor zakenreis naar Hongkong in de periode dat ik geopereerd zou worden, maar we hadden dus net voor het eerst gezoomd. En ik hoopte natuurlijk wel dat het zou uitdraaien op een relatie, maar ik wist het niet zeker. En daar was ik toch onzeker over. En hij was in Hongkong en ik onderging de operatie. En het moment dat ik wakker werd van de operatie, dat de arts mij eigenlijk net had verteld dat de operatie op zich goed was gegaan,
kwam daar een zuster binnenlopen met een teddybeer zo groot als dat ik zelf was. Met een ontzettend lieve kaart daarbij. Vanuit Hongkong, van Edwin. Om te vertellen dat hij vreselijk verliefd op me was. Van me hield. En dat hij niet kon wachten om weer bij me te zijn. Nou, dat was voor mij het moment dat ik dacht van, het gaat wel goed komen. En ondertussen zijn we al meer dan 15 jaar samen. Waarvan al ruim 7 jaar getrouwd. En gaat het nog altijd hartstikke goed. En is het nog steeds de liefde van mijn leven. Dus dat is mijn toch wel ultieme Carlos momentje. En dat wilde ik even met jullie delen. Dankjewel. Wauw. Fantastisch, Bibian. Wat een mooi verhaal. Een heftig verhaal. En inderdaad, het is vandaag al een aantal keren teruggekomen hoe verdriet en geluk zo dicht bij elkaar ligt. En dat het ene serieus nemen en het andere weer van genieten. Dankjewel voor je geweldige bijdrage. Ik zie ook in de chat fantastische dingen binnenkomen. Dat mensen echt ontroerd en geraakt zijn door je verhaal. En je een prachtig mens vinden. Dus die geef ik je nog even extra terug. Dankjewel. En wij houden zeker contact. Heel graag gedaan. Wauw. Ja, en dan is het aan mij om dan ook weer telkens naar zo'n verhaal weer de link naar een volgende. Want mij raakt het ook weer als ik dit verhaal weer hoor. Welke uitdagingen er komen en hoe je je weg voorwaarts vindt. Want hoe blijf je positief in dit soort situaties? En dat is eigenlijk misschien ook wel een mooie link naar de volgende spreker. De volgende spreker is mijn maatje. Maatje Jozef, ben je er, jongen? Ja, kijk, mijn maatje Jozef Uilenkast. Ja, ik heb ook altijd moeite met zijn naam uitspreken. Ik pest hem altijd een beetje. Arjan, die kon het ook niet. Nou ja, Jozef Uilenkast, we zullen het vooruit nog één keer goed doen, jongen. En Jozef, het is belangrijk, ik vind het mooi om. En normaal, ik doe je verhaal eigenlijk geen eer aan, maar ik ga het in het kort even vertellen. Jozef werd in 2004 in Marokko onterecht veroordeeld voor 10 jaar gevangenisstraf. Moet je even voorstellen, dan zit je daar in een totale oneerlijke situatie, in een vreemd land, in een cel. Ik zie het nog op het podium vertellen dat je in visgraadmodel naast elkaar met andere gevangenen lag. En dat zelfs het gat in de wc, dat daar nog matjes overheen gelegd werden om mensen om te slapen. En hoe blijf je positief in dit soort situaties? Hoe zoek je dan ook weer jouw eigen uitweg? Ook al is het totaal oneerlijk of heb je er ook heel weinig invloed op die situatie. En ik weet, wij hebben elkaar toen bij een evenement ontmoet. En ik voelde meteen een verbondenheid. We hebben veel met elkaar gemeen. We hebben allebei lang gezeten. Dat is een beetje het idee. Ik heb iets meer doorzittingsvermogen. Maar voor de rest is het gelijk. En ik zie heel veel sprekers. Maar het verhaal van Jozef, dat greep me. Zijn passie, zijn positiviteit. En hoe hij dat met zo'n verve op een podium weet te brengen. Echt fantastisch. Ik ben heel trots om hem een van mijn beste vrienden te mogen noemen. En ik wil ook van jullie een oorverdovend applaus vragen voor deze prachtige man, Jozef Uilenkast. Zo dan. Dan had ik allemaal. Het is wel goed geschreven. Oh, netjes. Dankjewel. Ja, dan had ik allemaal van die cheesy grapjes zo van, weet je wel, ik ga eens even Jaap een beetje te kakken zetten. Maar dan heb ik zo'n mooie aankondiging, ik ga het gewoon niet doen ook. En ik wil alleen maar zeggen, ik betrapte me er zelf op, dat ik zat zo achter mijn laptop en ik zat gewoon mee te luisteren naar die verhalen. En ik dacht alleen maar, oh ja, wacht, ik mag zo meteen ook. En ik voel me altijd zo bevoorrecht dat ik dan gewoon mijn verhaal mag delen in de wetenschap dat er nu zoveel mensen, duizenden mensen, meekijken en ongetwijfeld allemaal een mooi verhaal hebben. En dan mooi, dat klinkt dan een beetje stom voor sommigen misschien. Maar alleen, ik denk dat het toch mooi gemaakt kan worden. Ik hang aan de lippen van Bibian. Zij maakt het gewoon mooi, hè. Ze heeft eigenlijk gewoon een kutleven. Sorry dat ik het zo zeg, met kutkanker. Gaat de boek ook over.
Maar toch, zij maakt het mooi. Dat inspireert mij weer. Maar ook een Leo die erover spreekt. Ook jij, Jaap, je mag gerust weten. Jij bent bijna dagelijks ook een inspiratiebron voor ons. In de zin van dat je iedere dag gewoon in de ochtend niet zomaar even uit bed kunt. Dat je iedere ochtend zorg nodig hebt. Iedere avond zorg nodig hebt. Terwijl het voor ons, voor mij althans, haast vanzelfsprekend is dat ik gewoon naar bed kan. Maar naar bed kunnen was niet altijd vanzelfsprekend voor mij in mijn leven. Wat je net zei. Ik heb natuurlijk een aantal jaren onterecht vastgezeten. Sommige mensen denken dan redelijk over van ja, onterecht, onschuldig. Iedereen zegt natuurlijk dat hij onschuldig vastzit. En dat zijn dus bepaalde denkbeelden van andere mensen waar je mee te maken hebt. En waar heel veel mensen ook hun geluk van af laten hangen. En als ik dan meteen mijn tip gewoon erin mag gooien, dat is: jij bepaalt echt 100% je eigen geluk. Niet die ziekte, want je bent niet de ziekte. Niet de buitenwereld, want je bent niet de buitenwereld. Mensen die klagen over dat we in een klagende maatschappij leven, ja, die zijn gewoon hetzelfde. Hoe maak jij dan het verschil, zeg ik altijd. En ik zeg altijd ook: ik laat mijn leven niet afhangen van die uitspraak van die rechter die mij tot 10 jaar celstraf had veroordeeld. En ik heb mijn verdriet gehad. En dat werd ook zo mooi verteld door zoveel mensen. Dat dus geluk en verdriet samenhangt. En het is een groeiproces geweest. Om hier ook op terug te kunnen kijken. Want als ik er middenin zat. En ik had net die 10 jaar celstraf te horen gekregen. En jij zou tegen mij zeggen: ah, Jozef, komt goed. Ja, je gaat maar de helft zitten. En dan ga ik een paar boekjes schrijven, er worden bestsellers en dan gaat het helemaal goed komen. Ga ik een beetje ouwe hoeren op het podium en dan ga je weer een mooi leven. Ja, ik had je op dat moment midden in mijn verdriet misschien eentje verkocht. Want ja, ik voelde dat onrecht, de boosheid, frustratie, wat heel menselijk is. En ik gun dan ook iedereen altijd om dat uiteindelijk te leren omarmen. En dat is een constant proces, dat wil ik blijven zeggen. Het is een constant proces. Die balans waar ook Guido het zo mooi over had en waar Leo ook over sprak. Het is een constante balans. En als je dat kunt omarmen, dat je gewoon slechte dagen mag hebben, is oké, hè? Dat je gewoon het even niet ziet zitten, is oké. Maar dan wel weer die schop onder je kont en verder. En dan zijn die Carlos momentjes die ik zoveel ervaar. Maar toen binnen die gevangenismuren vooral vanuit mijn moeder kwamen. Ik bedoel, het is niet voor niets. Ik blijf het maar benadrukken dat mijn eerste boek 400 brieven van mijn moeder heet. En niet de hel van Marokko of de hel van de wereld. Nee, wat heb ik wel? Wie heb ik wel? En vooral, wat is nu wel mogelijk? Mijn moeder die dus mij schrijft in die ene specifieke brief, mijn Carlos moment, wat jij had, Jaap, met je hand op jouw schouder van Carlos, was de brief van mijn moeder en haar woorden. Dat zij letterlijk zei: focus, neem je verantwoordelijkheid, bepaal je doelen en bereik ze. En die doelen, die mogen heel klein zijn. En voor mij was het allereerste doel: weet je wat, ik ga deze gevangenismuren verlaten met mijn eigen tanden. Want mijn medegevangenen lieten mij zien met hun littekens in het gezicht, met die halve tanden, vaak verloren, lieten mij zien: dat is niet de houding die ik wil hebben. En die gevangenismuren van 15 meter hoog met prikkeldraad en tralies gaan niet mijn geluk bepalen. Ik ga dat bepalen. Niet alleen binnen die gevangenis, maar uiteindelijk ook bij thuiskomst. Dat ik gewoon mijn eigen leven weer mag opbouwen. Want je komt natuurlijk thuis en dan denken heel veel mensen: oh, weet wel, je hebt zoveel meegemaakt, dan is het allemaal vanzelfsprekend en makkelijk. Maar dan begint het eigenlijk weer helemaal opnieuw. En buiten weer misschien niet op je zitten wachten. Maar ja, ik heb toch een Nederlandse moeder. En je wordt er toch met dat kleurtje gezien als die Marokkaan onschuldig in de gevangenis. Maar dan leg ik het weer bij mezelf. En dat is uiteindelijk de grootste kunst. Dat jij bepaalt nogmaals hoe jij het verschil maakt. Iedere keer leg ik het bij mezelf. En dat is misschien wel het mooiste wat ik mee wil geven. En
Ja, jij dacht natuurlijk, ik ga een aantal, ja, zes sprekers gewoon in een uurtje proppen. Maar ik zie dat we al behoorlijk uit de tijd lopen. Dus ik ga het ook niet heel veel langer maken. Want het allerbelangrijkste gaat natuurlijk zo meteen nog komen. En dat is wat jij gaat lanceren natuurlijk. En ja, we hebben al zoveel mooie tips gehad. Ik denk dat we daar maar gewoon naartoe moeten gaan. Wat jij, Jaap? Ja, super mooi man. Ik heb je verhaal al een paar keer gehoord en ik hang telkens aan je lippen. En ook hoe je daar weer telkens weer een andere laag aan weet te verbinden. En nou ja, wij moeten ook niet te veel samen in beeld zijn, want als wij beginnen te ouwehoeren, dan zijn we echt 6 uur verder. Dus ik super bedankt, maatje. Echt een hele mooie tip. Ook zelfs in zo'n uitzichtsloze situatie, je geluk zelf bepalen en zelf je verantwoording daarin nemen en kijken wat er mogelijk is. Top, dankjewel. Super dat je erbij was. En nou ja, we hebben echt ja, 6 toppers gehad die hun beste tip hebben gegeven over positiviteit en geluk, over de kracht van zo'n post-it, over samen doen, over de knikker van Leo, de kracht van Bibian, ook niet terugkijken. Er zijn zoveel mooie dingen zijn er voorbij komen, het vertrouwen op het leven en ook je rol daarin pakken. En ook, ja, er zijn heel veel dingen zijn er teruggekomen. En ja, ik heb ook nog iets beloofd dat we opbouwen naar een hoogtepunt. En ik snap niet hoe we hier nog overheen gaan, maar toch gaan we daar echt nog ons best voor doen. Want we gaan iets feestelijks lanceren met een special guest. Carlos, are you out there? Yes, I am. Yes, Hello. yes. Ladies and gentlemen, From the Portugal. Carlos. Carlos, who could have known that such a small moment, such a long time ago, would have such a big impact? And I would like to thank you from the bottom of my heart that perfect moment happened, and thank you for the great care and the great friendship since then. Thank you very much. And as I said to you, it was not a big deal for me, but for you, it made a lot of difference. So here it is. Yes. And that's and would you do the honors to cut the ceremonial ribbon? I have some scissors for you here. Yes. Could you cut it? Yes. Yeah, perfect. That's exactly the scissor I gave you. Exactly the same. Three, So, two, three, one. two, one. Ja, hij is er, hij is er. Oh, wauw. Ja, dames en heren, hij staat nu al open. Super gaaf. Het nieuwe positieve social media platform Carlos Momentjes is vanaf nu geopend. Echt, Carlos, thank you very much for being here. Ja, en waarom een positief social media platform? Wij hadden het gevoel dat mensen wel behoefte hadden aan iets bijzonders, behoefte hadden aan iets moois. En ook aan een fijne manier waar je een plek waar je alleen maar mooie verhalen kunt vinden, hoe je simpel bijdraagt aan iets moois. Want als ik iets geleerd heb van al deze verhalen vandaag, dan doe het samen. Pak een community die je ondersteunt, waar je elkaar kunt versterken, elkaar kan helpen. Die hebben wij voor jou gebouwd. En daarom hebben we ook hieronder in beeld staan, carlosmomentjes.nl/feest. Als je een telefoon hebt, pak nu je telefoon erbij. Ga naar de App Store, ga naar de Google Play Store. Zoek op Carlos Momentjes. Er staat een spiksplinternieuwe app voor je klaar. We zijn er een klein half jaar fulltime aan het bouwen geweest. Ik zal eerlijk zijn, zonder corona hadden we dit nooit kunnen bouwen. Want nu hebben we daar fulltime de focus op kunnen leggen. Een plek waar je inspiratie kunt vinden, ontroerende verhalen, praktische tips, mooie voorbeelden en alleen maar Carlos momentjes. Alleen maar voorbeelden van een klein gebaar
en een groot geluk. Negativiteit kun je genoeg op andere plekken vinden. Mocht je hem tegenkomen, dan gaat dat er gewoon echt af. Het is echt een positief social media platform. En dan ook nog een positief social media platform van waar altijd twee mensen of een maatschappij in zich heel bij betrokken is. Dus niet van, oh, ik zit lekker op het terras. Maar altijd van, ik heb iemand meegenomen en dat was zo bijzonder. Die was er zo lang niet buiten geweest. Wat tof dat we dit samen hebben kunnen doen. Het gebaar van die ene naar de ander, waar Leo het ook over had, over dat samen, dat kopje koffie. Een kopje koffie wat leidt tot een levenlange vriendschap. Die Michiel, het gebaar wat er toen met zijn zoontje. En dat uiteindelijk geleid heeft tot dat positieve platform wat hij gebouwd heeft, met 20 tot 40 miljoen kijkers. De 400 brieven van zijn moeder, dat is van Jozef, het boek. Waar de brieven in gebundeld zijn, waar hij prachtig mooi alles opgeschreven heeft. Ik merk als we gaan letten op dit soort belangrijke dingen in ons leven, en dit soort momenten met elkaar delen, dan kunnen we het laten groeien. En in deze tijd is dat nog extra belangrijk. Want ze hebben mij ooit geleerd, we hebben allemaal een alarmbrein, en dat betekent dat negatieve informatie 3 keer harder binnenkomt dan de positieve informatie. En dat alarmbrein dat is op dit moment totaal overstuur, is gewoon overbelast. Dus we hebben iets nodig hier aan deze kant om de positieve kant te laten zien. En dan ook waar jij invloed op hebt. Want dat zei Bibian ook, waar heb jij nu invloed op? Daar had Michiel het ook over, pak jouw rol daarin. Ja, wat kun jij doen? En dat is dat platform. Daar, als je gewoon positiviteit nodig hebt, scroll er eens lekker doorheen. Er is ook een website variant, als je liever naar de website gaat, kan dat ook. Hij staat ook nu voor je open. Ga er gewoon naartoe. Het kan zijn, we gaan nu met een paar duizend man tegelijk daar naartoe. Dus het kan een paar seconden langer duren, maar dat is geen enkel punt. Want er staan straks nu al een kleine 1000 inspirerende voorbeelden voor je klaar. Maar ik ben ook vooral heel benieuwd naar jullie verhalen. Want wat ik gemerkt heb, als ik met mensen spreek, uiteindelijk komt er altijd een verhaal naar boven. Komt er altijd een verhaal naar boven van, wow, dat was zo bijzonder voor me. Maar die ander heeft er nooit bij stilgestaan. Je hoorde Carlos net ook nog even zeggen van, ja, maar ja, voor mij was het toch heel klein. Dat klopt. Maar ook al is het voor jou heel klein en voor jou heel simpel, kan het ontzettend impactvol en waardevol zijn voor die ander. En leiden tot iets heel bijzonders. En wat wij, ik ben inmiddels al 15 jaar bezig om die kracht van die Carlos Vermeentjes te onderzoeken. Wat ik gewoon gezien heb is, als je het gaat delen, dan gaat het groeien. Dan ga je, als je leest wat mogelijk belangrijk is, wat mensen fijn vinden, wat impactvol is, dan ga je situaties tegenkomen dat je de kans ziet om het ook te gaan doen. En dat is nou de verandering die ik graag wil zien in de wereld. Dus hou die mooie Carlos momentjes niet voor jezelf. Deel ze op ons platform. Deel ze in de app. En je ziet de link hier onderin staan. www.carlosmomentjes.nl/feest. Als je daarop klikt, App Store, Google Play Store, website, kun je meteen doorklikken. Je kunt simpel een accountje aanmaken. We hebben zelfs alle foutmeldingen geoptimaliseerd om het allemaal leuk en fijn en tof te maken. Steun elkaar, like elkaars berichten. Reageer erop. Je kunt ze delen naar andere platformen. Als je al enthousiast bent over de Carlos Momentjes, geef ook meteen even een goede review in de App Store of in de Google Play Store. Dan kunnen we nog meer mensen bereiken. En laat dit nou de positieve olievlek zijn die de wereld overgaat. Als er iets is wat we op dit moment kunnen gebruiken, zijn het dit soort positieve, simpele verhalen die we allemaal kunnen doen. En waar we positief bijdragen aan een mooiere wereld. Ik wil jullie in ieder geval fantastisch bedanken voor jullie aandacht, dat jullie er allemaal bij waren. Morgen komt er nog een mailtje naar jullie toe met de terugkijklink. Dat als er andere mensen niet bij hebben kunnen zijn, om wat voor reden dan ook, stuur het vooral door. Geluk mag gedeeld worden. Ik kan alleen maar als laatste klikken, ga lekker naar de app, ga lekker genieten, inspireer elkaar. Geniet van een fantastisch mooi weekend. Dank je wel
En heel graag tot de volgende keer. En onze huis-DJ Samuel Monti gaat het weer overnemen. En lekker wat zomerse tunes draaien. Terwijl jullie al die inspiratie tot zich gaan nemen. Ik duik ook meteen de app in. Want ik ben ontzettend nieuwsgierig. Wat er allemaal van jullie kant uit erin gezet gaat worden. Nogmaals dank. En tot ziens.